Er komt elk jaar wat bij en het wordt ook steeds ingewikkelder. Zoals je 10 jaar geleden natuurlijk mooi een vuurtje kon bouwen en dat het grootste ding was, is het nu wel heel veel papierwerk, maar het is wel te doen. En dan, over een maand worden er op tientallen plekken in Gelderland weer de traditionele paasvuren ontstoken. Soms gaat het om tientallen meters hoge bulten van hout die in de brand gaan als het donker begint te worden. Dat ziet er dan zo uit. Dit is het paasvuur in Zeewent. Tientallen mensen komen erop af voor de warmte en de gezelligheid. Maar de laatste jaren staat de traditie door allerlei omstandigheden onder druk. Want organisatoren moeten inmiddels een stikstofberekening maken. En sinds vorig jaar moeten ze ook voorkomen dat konijnen of vogels zich kunnen nestelen in de houtstapel. In Zeewent, waar de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn, verwachten ze daar geen grote problemen mee. In principe niet. Wij bouwen heel compact, omdat we alles echt 10 meter de lucht ingaan. En kan er niet heel veel wild in, maar daarvoor hebben wij toch van die apparaatjes er neergezet. Hoogfrequente tonen, zeg maar, dat het wild afschrikt. Dus, en we kammen elke dag de weide even uit om te kijken of er geen weidevogels, konijnen of wat dan ook, die van ons kunnen schrikken. De nieuwe regels vormen dus niet zo'n groot probleem voor de paasvuren, maar leuk is het ook niet. Het is natuurlijk extra werk, dat is het. Er komt elk jaar wat bij en het wordt ook steeds ingewikkelder. Zoals je 10 jaar geleden natuurlijk mooi een vuurtje kon bouwen en dat het grootste ding was, is het nu wel heel veel papierwerk, maar het is wel te doen. Maar er is wel een andere bedreiging. Pasen valt vroeg dit jaar en er is deze winter ontzettend veel regen gevallen. En daarom is het bijna onmogelijk om met grote voertuigen het weiland in te rijden. Het weer is slecht. Dus voor ons is het niet heel gunstig, maar er zit heel veel water, modder, rommel. Ja. Nee, dat wordt voor ons echt een probleem. Maar ondanks al dat extra werk en het slechte weer, blijft voor deze mannen het paasvuur iets waar ze met veel plezier aan werken. Nou, met een grote groep mensen een paasvuur bouwen, wat eigenlijk al 75 jaar op deze manier wordt gedaan. Dus eigenlijk echt een traditie in ere houden. Dus dat is wel ons ding.